Ik zal even voorstellen, ik ben Erik van Breugel. Welkom iedereen vanavond voor de kennismaking met de Tornelo. Ik werk op het bondsbureau en ben coördinator breedte schaak. En onder andere betrokken bij alle jeugdkampioenschappen. En sinds 2 jaar ook bij Schaakmatties, dat is de online jeugdclub van de KNSB. Ik zal dus in het kort een aantal dingetjes vertellen waarom deze avond is en waarom wij iets over Tornelo willen gaan vertellen. Ik probeerde mijn scherm ook te gaan delen, daar kunnen jullie meekijken. Kijken of dat goed gaat. Kijken deze. Kijk, zien jullie nu het juiste scherm? Ja, kennismaken met Tornelo. Ja, ja. Okay, dat is de bedoeling. Ja, dus we gaan in kort. Kijk. Ja. Ik zal eerst 20 minuutjes iets vertellen over het programma. Waarom Tornelo? Wat voor voordelen daar in ieder geval aan zitten ten opzichte van andere platforms. De geschiktheid voor een teamtoernooi. En ik zal een paar dingen laten zien hoe het eraan toe gaat bij het eerste toernooi wat je aanmaakt als organisator. En hoe dat gaat met het uitnodigen van deelnemers. Daarna wil ik wat praktische dingen laten zien. Daar hebben jullie dus ook allemaal een uitnodiging vanuit Tornelo voor gekregen. Dan kan je zelf, heb je de rol van arbiter. Dan wel als deelnemer aan een toernooi. Die kunnen dat zelf straks kiezen. En dan kan je dus beide kanten zien. Als je dus niet de Tornelo bij de hand hebt of niet wil doen, dan kan je ook gewoon meekijken via het scherm wat ik deel. We ronden af met de testnootjes die al klaarstaan, waar we met kinderen direct gaan werken. Die zijn dus de komende 3 vrijdagen. Daar kan je ook gewoon meekijken of zelf ook al meedoen. Ik ben daar in ieder geval alle 3 keren ook aanwezig, dus kun je ook vragen stellen over hoe of wat. En we ronden af met de rondvraag. Zijn er in de tussentijd vraagjes? Probeer die inderdaad in de chat even te stellen. En als ik ze niet direct zie, dan kan je ook nog handje opsteken. Ik zal mijn best doen om alles in de gaten te houden. Ik moet nu nog 3 personen binnenlaten. Oké. Ja. Volgens mij hebben we een sheet overgeslagen. Ja. Ik ga deze nou weer. Waarom Tornelo? We zijn natuurlijk plotseling van allerlei fysieke evenementen overgegaan naar online, omdat fysieke niet meer mochten. Het blijkt gewoon dat online toernooi is echt iets anders dan een fysiek toernooi draaien. Er waren een aantal on-demand platforms die, zoals Liedjes en Chess.com, die allemaal wel mogelijkheden hebben om een online toernooi te draaien. Maar die hebben toch wel een behoorlijk andere insteek. En dat is voor sommige organisatoren zo wennen dat ze er niet eens aan begonnen. Die zijn echt op individuen gericht. Je kan ze automatisch klaarzetten een week van tevoren. Dan moet je maar zorgen dat die deelnemers het toernooi vinden. En achteraf kijk je of hoeveel de toernooizaal hebben gevonden en alle ronden hebben meegemaakt. Dat is in vogelvlucht hoe dat gaat bij zo'n automatisch toernooi.
Je hebt eigenlijk tijdens het toernooi, als het helemaal bezig is, heb je helemaal geen echte controle meer als organisator. Je moet maar afwachten of het dan goed is gegaan. Dat kan natuurlijk ook zijn voordelen hebben, daarom hebben die platforms dat ook gedaan. Heel veel dingen kan automatisch en je hebt met één persoon kan je heel veel dingen draaiende houden. Maar goed, zeker bij de serieuze toernooien, kampioenschappen, wil je eigenlijk meer dingen kunnen doen. En daar is Tornelo eigenlijk op het eerste gezicht een heel aangewezen platform voor. De ECU en de FIDE hebben dat ook gezien. Die zaten met dezelfde probleempjes. Die hebben dus ook Tornelo ingezet voor hun jeugdkampioenschappen, maar ook seniorenwedstrijden en particuliere toernooien. De rest komt denk ik later wel aan de orde. Wat verder heel belangrijk is dat bij veel van die online toernooien zie je dus de spelers niet. En zie je dus alleen een accountnaam en natuurlijk de partijen die gespeeld worden. Maar zeker bij teamtoernooien wil je ook dat je dus elkaar kan zien. Nou kan je natuurlijk een Zoom meeting tijdens een toernooi laten lopen, sowieso. En dan kan je elkaar toch zien en dan toch op die andere platform spelen. Maar bij Tornelo is dat al gelijk geïntegreerd. Er zit gewoon een Zoom knopje en iedereen zit in dezelfde Zoom meeting. Dat is handig voor organisator. Je kan direct spelers zien. Je kan met ze overleggen als er iets niet goed gaat. Aanwijzingen geven. En het zorgt ook voor een stukje sfeer. Tenslotte, cheaten. Online is dat zeker in het begin. En zeker ook bij jeugdspelers heel veel voorgekomen. Ze zijn redelijk anoniem. Zien hun tegenstanders niet. En dan is de verleiding groot om toch even wat andere schaakprogramma's te raadplegen. Vervolgens bijna al die andere platforms die hebben daar wel een goede methode voor om dat op te sporen. Als organisator heb je daar weinig greep op. Een account wordt gesloten of niet. Soms kan je aanwijzingen geven van wij vermoeden hier iets en dan gaan ze dat controleren. Dan wordt het account gesloten of niet. Dan wel ga je met die speler in discussie wat er wel of niet is gebeurd. bij Tornelo zit ook een hele anti-cheat module. Alleen daar zit je zelf aan de knoppen. Daar kan je zelf zien wat er eventueel is gebeurd of er nog nader onderzoek gedaan moet worden. En je hebt in principe ook zelf in de hand of een speler wordt uitgesloten of niet. Zeker als er zijn diverse gevallen geweest dat een platform als chess.com wel iemand als cheater had aangewezen, maar bij nader onderzoek en raadplegen van trainers bleek dat dan toch weer niet het geval. Dus het is echt niet waterdicht. Dan kan je natuurlijk wel allemaal reglementen bij je opstellen, maar je wil dit soort dingen eigenlijk gewoon zelf redelijk in de hand kunnen houden. Dat is bij Tornelo in ieder geval goed geregeld. Wat is Tornelo? Tornelo is eigenlijk, de naam komt van toernooi en elo. Dat is gewoon een samenvoeging. En de makers die zeggen, wij hebben dit gemaakt, speciaal voor organisatoren en voor arbiters. En vanuit die insteek moet je eigenlijk het platform ook bekijken. Alle andere franje is niet aanwezig. Dus geen analysemogelijkheden, geen lesmethodes. Het gaat puur om het organiseren van een toernooi.
Nou, voordelen. Jullie hebben zelf, als het goed is, ook allemaal een tabelletje al gezien waar ik 5 platforms met elkaar vergelijk. Nou, daar viel misschien al op dat 1 kolom voor Tornelo bijna alle jaartjes bevatte. Vanuit die optiek was dat lijstje ook gemaakt. Maar ja, dit zijn dingen die allemaal redelijk eenvoudig te vinden zijn en door de arbiter in de hand te houden. Zeker het importeren van allerlei gegevens als verschillende type ratings of relatienummers, of geboortedata, wat je ook nodig hebt, kan je allemaal vrij eenvoudig importeren. En aan het eind dus ook exporteren en zelfs daar kan je ratingrapportages of zo mee maken. Dan wel dat je gewoon de uitslagen op een website wil publiceren. Toch nog een paar dingetjes, zeg maar, ten nadele van Tornelo. Het is door Australiërs gemaakt, dus het is Engels. Er is nog niet een volledige Nederlandstalige versie. Met Google Translate hebben de kinderen of deelnemers weinig last van de taal die er staat. Voor organisatoren is het even goed opletten, maar zelfs in de helpfuncties kan je vrijwel alles makkelijk vinden en lezen. Soms moet je het juist op Engels laten staan, omdat die anders een beetje gekke vertalingen maakt. Maar dat went snel. Er zit een teammodule in. Maar wat wij eigenlijk veel gebruiken is natuurlijk dat een team van 4 tegen een ander team van 4 speelt. Die mogelijkheid die zijn ze nu nog aan het programmeren. Speciaal voor de Olympiade. En ik heb ook net gehoord dat de KNSB-bekercompetitie ook hier in Tornelo gespeeld gaat worden. Dat is ook allemaal 4 tegen 4. Maar voor de scholentoernooien kan je eigenlijk heel goed de teammodule gebruiken die al aanwezig is. Dat is eigenlijk een individueel toernooi waarin iedereen voor een bepaald team speelt. En je kan niet tegen teamgenoten komen. Het ziet eruit als een individueel toernooi. Maar je maakt gewoon een teamstand. Wordt er gewoon bijgehouden. De 4 beste scorers van elk team, die vormen het teamresultaat. Daar komen we zo meteen nog op. Nou, verder wat ik al zei, het is gemaakt puur om die toernooien te spelen. Voor de rest zit er weinig franje aan. En ook de interface ziet er misschien nog wat primitief uit. Maar het werkt allemaal wel. Zoals je verwacht dat het werkt. Bij het eerste aanmelden komen we ook zo. Is wel even wennen, omdat het net iets anders is dan dat je een accountnaam van een speler genereert met een wachtwoord. Het Zoom-knopje. Goed, de meesten die spelen tegenwoordig hè, natuurlijk met 1 scherm. En als je een Zoom-knopje naast je schaakprogramma hebt, dan heb je eigenlijk 2 schermen nodig. Dus dat is toch even prutsen. Ze gaan in ieder geval ook iets integreren met een venstertje, dat je straks ook je tegenstander gewoon live kan zien naast het schaakbord. Dat is voor later. En voor de rest is het heel belangrijk dat als je een eerste toernooi eigenlijk organiseert, dat je dat gewoon eerst even met een testtoernooi vlak daarvoor doet. Dat is voor de spelers fijn en voor jezelf als organisator ook. Want het is allemaal even wennen, omdat het toch net iets anders is dan de andere platforms. Ik zie nog wat vragen in de chat, Erik. Is er een indicatie wanneer die 4 tegen 4 wordt geïntegreerd, wordt er gevraagd? Ja, de Olympiade die is dit jaar. En daar willen ze een bod op doen, dus dat is een kwestie van een maand of zo. Alleen ja, als je het nu gelijk wil gebruiken, is het er nog niet. Volgens mij die bekercompetitie, die gaat er, dacht ik, niet met die. Met de bestaande teammodule gaan ze daarmee werken. Ja, daar zit een mooie vertraging op. Ja, nou, de teams. Wat zit er nu in? Dat is de teammodule. En daar staat
Ja, ik dacht dat het flexibel was, maar het is in ieder geval met de beste 4 resultaten werkt het. En je mag maximaal 14 spelers voor dat team laten spelen. Als een team eigenlijk, als een school groter is, dan split je die in team 1, 2 en 3. In principe laat je alle spelers van die school het toernooi meespelen. Eigenlijk heel flexibel. Dat geeft ook ruimte voor beginners die eigenlijk niet durven of niet voor zeg maar de beste 4 zijn geselecteerd of behoren. Die kunnen gewoon meespelen en ze beïnvloeden dan niet het resultaat van de beste 4. Dus eigenlijk heel, heel laagdrempelig. Het indelen of hoe werkt het eigenlijk? Dus er is eigenlijk maar één manier om een toernooi aan te maken. En daar staan gewoon vinkjes van dit is, we gaan nu een teamtoernooi houden. Je zet alleen maar een vinkje aan bij teams. En vervolgens worden de spelers dan gevraagd, oké, tot welk team behoor je dan? Dat moeten ze invullen bij de aanmelding. En vervolgens krijg je dus bij de standen gewoon de team tussenstanden te zien. De indeling wordt gemaakt. Je kan steeds kiezen tussen 3 verschillende indelingsprogramma's of methodes. Dat is eigenlijk het bekende Zwitsers. Round robin. Dat heet dan Tornelo. Dat is eigenlijk een beetje aangepast Zwitsers. Waarmee de teamwedstrijden worden gespeeld. Of die is daar speciaal voor gemaakt. En dat zorgt ervoor dat je altijd een indeling kan maken. Ook al zijn de aantallen niet zo groot. Dus wij noemen het gewoon een beetje aangepast Zwitsers. Het eerste toernooi aanmaken. Jullie zijn zelf allemaal gevraagd om een user op Tornelo aan te maken. Dat gaat gewoon met een mailadres en de echte naam van jezelf. En vervolgens kan je dan kiezen om een evenement te gaan runnen. Dan wel voor een bepaalde organisatie. Dus dat kan een school, dat kan een club, dat kan een regionale bond zijn. En wij hebben voor de Koninklijke Nederlandse Schaakbond een eentje aangemaakt. Dat geeft je het recht om om de kleuren te kiezen en een logo te uploaden. En je bent dan beheerder van die organisatie en dan kan je dus een aantal rollen toekennen. Andere organisatoren kan je uitnodigen en je kan dus per evenement arbiters aanstellen. Het aanmaken van het toernooi. Dat gaat dus ook net iets anders dan op de on-demand platforms. Waar spelers ook elkaar kunnen uitdagen, dat kan hier niet. Ze kunnen alleen maar spelen als er een toernooi is aangemaakt waar ze als deelnemer zijn toegelaten. Het toernooi heeft een datum, een begin- en een eindtijd. En daartussen bepaal je eigenlijk zelf als organisator wat het, zeg maar, het tijdschema is. Wanneer beginnen de verschillende rondes? Je kiest zelf het speeltempo. Dus je moet wel zelf goed inschatten hoe lang een ronde duurt. Ja, maar dat is bij een fysiek toernooi niet anders. Je hebt een van de eerste vragen die gesteld wordt. Is het een open toernooi of half open of is het helemaal privé? Het verschil is dat als je van een open toernooi neerzet, dan kan iedereen het googlen en jouw toernooi vinden. En zo krijg je misschien heel veel deelnemers, maar dat wil je niet altijd. Dus heb je nog een soort half open
systeem, dat heet gemeenschap. Dat betekent dat het alleen te zien is voor iemand die in Tornelo is ingelogd. Daar staat een kalenderlijst. En wil je dat ook allemaal niet, dan maak je een privé. En dan kan iemand alleen maar via de toernooilink zich aanmelden voor jouw toernooi. Dus dat wordt ook zeg maar, aanbevelen voor als je een scholentoernooi organiseert of een regionaal kampioenschap. Maak je hem gewoon privé en maak je een toernooilink aan. Nou, je kiest je indelingssysteem. Een Zoom-link, dat is een vakje waar je een URL in kan plaatsen. Die moet je dus zelf genereren. Dus je moet zelf wel dat via Zoom doen. Of via een ander videoprogramma. Het is gewoon een plekje waar je een URL in kan voegen. En vervolgens zien de deelnemers dat als een knopje gaan naar de Zoom-ruimte of Google Meet of iets dergelijks. Verder heb je nog mogelijkheden om meerdere groepen al van tevoren aan te maken. Dat kan overigens ook achteraf. Dus als je in het begin nog niet weet hoeveel deelnemers je hebt, kun je altijd zeggen van nou, we maken later, gaan we splitsen in verschillende groepen. Dat wordt in Tornelo worden dat divisies genoemd. Maar je kan zelfs per divisie kan je zeggen hoeveel ronden er gespeeld worden. Dus als je nog een vierkampje bijvoorbeeld wil maken voor wat spelers of voor wat teams, dan kan dat. En dan laat je de anderen gewoon meer ronden spelen. Dan heb je nog het vinkje teams en anders is het gewoon individueel. En er wordt nog gevraagd of je de spelers zelf wil laten inschrijven via de site. Dat wordt door Tornelo wel aanbevolen, want dan is alles gelijk goed geregeld. Hè. Dus ze hebben dan een user aangemaakt. Ze hebben op de link geklikt dat ze deelnemer zijn. En je ziet ook gewoon de deelnemers dan in jouw deelnemerslijst online verschijnen. Andere mogelijkheden zijn dat je gewoon de hele deelnemerslijst op een andere manier al hebt verzameld en dat je dat in één keer inleest via een CSV-bestandje. Voor de rest heb je zelfs nog mogelijkheden om allerlei aangepaste spelregels te bepalen. Normaal gesproken staat het gewoon op bijvoorbeeld 50 zetten. Als de 50 zetten niks gedaan wordt, is het automatisch remise of 3 keer herhaling van zetten. Maar je hebt zelfs de mogelijkheid om dat 1, 2 of 5 van te maken. Dat is afhankelijk of je met hele jonge jeugd speelt of senior. En er is een vakje nog dat je elke deelnemer laat aangeven dat ze eerlijk gaan spelen. Deelnemers uitnodigen, dat gaat dus vooral om een korte instructie dat het op welke stappen ze moeten doorlopen. In principe laat je ze dus eerst laat je de ouders of contactpersoon van de scholen, dus een gebruiker van Tornelo aanmaken. En die kan vervolgens zelfs voor meerdere kinderen, als die niet allemaal zelf over een mailadres beschikken, een spelersaccount maken. Dat doe je eigenlijk het makkelijkste gewoon via de toernooilink. Dus ik zal alle deelnemers dus een soort voorbeeld uitnodiging sturen waarin die procedure beschreven staat. Daar wordt de leeftijd of geschatte rating wordt er ook gevraagd, maar in principe is alleen de voor- en achternaam verplicht om als deelnemer toegelaten te worden. En vervolgens heb je de derde actie. Is op de dag zelf moeten ze op het knopje ready klikken. Dat ze online zijn en klaar zijn om ingedeeld te worden. Ja, dus dat zijn aanwijzingen dat je als arbiter kan je zien of het compleet is.
Of dat bepaalde spelers nog niet online zijn en even moeten wachten. Of dat je die uitsluit voor de eerste ronde. Oké, het is bijna half. Dus ik wilde dus een korte demo op Tonello zelf laten zien. In principe kunnen jullie zelf kiezen of je rechtstreeks vanuit de Tonello meekijkt. Jullie hebben allemaal een uitnodiging gehad. Ja? Dus je gaat naar tornelo.com. Ja. En dan kom je op dit scherm. Ja. En vervolgens zie je hier een vakje inloggen. Ja. En mailadres in wachtwoord en dan ben je ingelogd. En als je dus helemaal nieuw bent, dan kan je hier dus een nieuw account genereren, nieuwe gebruiker. Ik had al een organisatie aangemaakt, dus je ziet hier de Koninklijke Nederlandse Schaakbond. En er zijn al 3 evenementen geweest en er staat er nog eentje klaar voor morgen. Kijken. Want ik had natuurlijk het testtoernooi voor 10 minuten geleden klaargezet. Dus dan moeten we even via de link. Kijk hoor. Kan ik daar nog komen? Ah ja. Testtoernooi voor 11 maart. Even kijken. Ik kan misschien eerst nog laten zien. Wat heel belangrijk is, is dat je moet weten wie er ingelogd staat. En ook waar je steeds bent. Want soms kan het zijn dat je even niet weet. En dan ga je eigenlijk naar jouw eigen poppetje, helemaal rechtsboven in het scherm. En dan kan je gewoon weer op dashboard klikken. En dan kom je weer op de beginpagina van je organisatie en de evenement. En dan zie je ook hier run een evenement. Dat betekent eigenlijk, je gaat een nieuw toernooi aanmaken. En je gaat dat rijtje wat we net hebben gezien, ga je instellen. Nou, ik heb dat voor het testtoernooitje al gedaan. Testtoernooi webinar. En dan kom je eigenlijk in een hele redelijk simpele weergave van dat toernooi. Ik heb het een titel gegeven. Ik heb 3 verschillende groepjes aangemaakt. Groep 1, 2, 3. Het is een teamtoernooi. Wat je verder ziet is, dat begint altijd met het rode brilletje. Ze gebruiken een paar kleurtjes om ook de spelers te helpen te laten zien waar ze zijn. Dus hier staat, oké, ik heb de rol van scheidsrechter en jullie ook allemaal. Dat staat erboven en daaronder staat Paris Program of koppelingsprogramma. En als je daarop klikt, dan kom je in de omgeving waar je dus als arbiter meer kan. Ben je een keertje speler, dan kies je gewoon op doe mee als speler van dit toernooi. Klik even op koppelingsprogramma. Dan zie je al een paar arbiters van vandaag hebben zich al als speler aangemeld. En kijk of die groep 2 en groep 3 zit nog niemand. En de anderen die zijn waarschijnlijk allemaal nog arbiter. Dus als er nog andere arbiters even speler willen worden, moeten ze op Enter Now klikken.
dat gaat altijd terug. Dat heet de lobby. Dat zien ook de spelers altijd. Terug naar de lobby. Want daar zien ze dan een gekleurd bolletje staan. En ook komen hier mededelingen over wanneer een ronde begint. Of de indeling al gemaakt is of niet. Aan de rechterkant zie je dus dat knopje open Zoomkamer. Ja, wij zitten natuurlijk nu ook allemaal in een Zoom-meeting. Maar als je gewoon klikt op het Zoomkamertje, dan kom je ook dus allemaal samen met de deelnemers allemaal in dezelfde ruimte. Nou, hier staat nog nul arbiter roept. Hier komen mededelingen te staan als de arbiter, als de deelnemers een vraag voor de arbiter hebben. Dan krijg je ook een soort pingetje te horen van hey, iemand vraagt iets. En dan wordt er ook het bord even stilgezet. Even kijken, ik ga even. Waar zit ik nu? Nou, we hebben nog een beetje weinig deelnemers, maar ja, ik heb natuurlijk wat voorbereid. Ik ga hier een lijstje importeren. Ik kan er niet komen hoor, Erik, maar ik kijk wel mee. Is prima. Ik heb een account, maar misschien heb je me op een andere ingelogd. Ik weet niet wat je gedaan hebt. Maar ik kom niet op die pagina die jij hebt, dus okay. Maakt niet uit, denk ik. Ja, ik heb hier een CSV-bestand met de deelnemers al voorbereid. Ik zal even laten zien hoe dat er in het klapblok uitziet. Dat is eigenlijk gewoon hele platte tekst met puntkomma's ertussen. Je kunt vanuit een Excel-bestand, kan je dit CSV-bestand ook gewoon maken. Het is wel handig dat je ik zal even teruggaan. Dat je eerst het template downloadt. Dat luistert heel gevoelig. Je downloadt het eerste template van Tornelo. En dan zie je wat voor koppen die heeft en hoe je dat moet invullen. Dat werkt heel goed. Dus we pakken even dat bestandje met de deelnemers van vandaag. Dus even kijken. Nou, hij geeft nog aan van oké, voornaam, achternaam, mailadres, groep, rating, federation en een ID. Die heeft hij herkend. 41 stuks. En die gaan we importeren. Maar is het gekoppeld aan de e-mail van je naam? Want ik heb een niet mijn jeugdleider e-mail gebruikt bij het. Tornelo vindt het prettig als je wel dezelfde mailadres gebruikt. Ja, maar Je kunt wel van mailadres wijzigen. Dat is soms even goed opletten. Ik heb de deelnemerslijst geïmporteerd. Als het goed is, kunnen jullie allemaal je eigen naam terugvinden. Ja. En ik heb wat ratings geïmporteerd. En voor de rest, je kan dus nog geslacht of leeftijd of wat dan ook. Er zijn nog meer velden mogelijk. En je kan hier aangeven welke je daarvan wil laten zien. Dus je leeftijd niet wil laten zien en het geslacht is niet belangrijk. Dan haalt hij dat ook gelijk weg uit je scherm. Hier zie je gelijk al belangrijke actieknoppen. Dat is eigenlijk gewoon deel in voor de volgende ronde. En hij heeft hier, kijk wat heeft hij gedaan. Heeft iedereen klaargezet, want er is nog niet ingedeeld. Even kijken. Koppel voor de volgende ronde. Zullen we eens even kijken wat hij doet. Hij pakt gewoon een lijstje en heeft gelijk de indeling gemaakt. Zo te zien. Heeft hij de rating ook gebruikt voor de indeling. En hij geeft gelijk een overzicht.
En je kan in principe gelijk meekijken naar de betreffende spelers, sport, gaat hem maken. En je ziet gelijk een bord met de klokken. Hey, dit is wat de spelers zelf ook allemaal zien. Nou, ik zie hier zelfs een fotootje, dus hij kan zelfs meer dingen laten zien van een speler dan alleen de naam. Kijk, ik zie hier geen naam. Ziet iedereen een naam? Ah, hier Cambuur tegen Kuipers. Dit is ook een instelling of de arbiter de klokken allemaal automatisch laat starten of dat de spelers het zelf doen. Er wordt nu om een arbiter zelfs geroepen. En hij geeft aan gelijk hier in de chat van, arbiter vraagt wat kunnen we doen? En dan kan de speler zeggen van, ik moet nog even naar het toilet of iets dergelijks. En vervolgens kan je chatten of kan je zeggen van doorspelen. Even kijken waarom ik geen lobby zie. We gaan weer terug naar het evenement. En nou, ik had blijkbaar zo snel geklikt dat we gelijk een tweede ronde waren begonnen. ik weet niet, maar je kan hier in principe op dit scherm krijg je alles te zien van zoveel zetten zijn er gedaan, zoveel secondes heeft een bepaalde speler. En je kan ook al zien wie er gewonnen, remise of verloren heeft. Krijg je ook overzicht welke spelers niet gepaard zijn. Dat zijn er twee. En die kan je eventueel nog hier wijzigen. Kijken of dat voor elkaar krijg. Ja. Dus ik heb nu de Mark Jong Jurius ingeroosterd tegen Erik. En ik geloof dat Michel daar stond, die staat dus nu als ongepaard. Ja, klopt. Die is nu een unpaired, geeft hij ook netjes aan. Oké. Dus... dat kreeg ik nu niet. Je krijgt vaak nog een paar vraagjes bij de start van een ronde. Zeker als er nog spelers niet helemaal compleet zijn. Wil je de spelers die er nog niet zijn ook meenemen in de paring? Of wil je ze de eerste ronde uitsluiten? Dat soort dingetjes. Daar heb je allemaal nog de mogelijkheid toe. Nu was natuurlijk iedereen wel aanwezig. Dus stelde die vraag niet. Maar het is toch belangrijk dat iedereen wel ready is, Erik. Ja, dus... Dus je kan nu paren zonder dat iedereen ready is. Want ik ben niet eens ingelogd. Ik ben gepaard, bijvoorbeeld. Nee. Maar natuurlijk. Dus ook die vraag kan je eerst krijgen. Ja, bij de spelers hier zo. Iedereen die staat hier wel op vinkje. Maar dat is denk ik door het interpreteren dus wel gebeurd. Want... Ik ben echt totaal niet ready. Ja, ik denk dat... Ja. Dan overroel je. Dus daarom zeggen ze ook van... laat ze nu allemaal zelf... door zelfinschrijving online komen. Laat ze op het vinkje ready klikken. Dan weet je zeker dat helemaal goed gaat. En anders overroel je het eigenlijk. En dan zet je iedereen op ready. Terwijl je dus niet precies weet of iedereen... wel netjes online is en klaar is om te spelen. Ja, maar je kan ook iemand... Hè, dus dat is wat ik nu doe.
Op de ochtend van het toernooi zet ik al die vinkjes weer uit. Want vaak de dagen daarvoor drinken deelnemers ook, dat zetten ze het op ready. Alleen ja, je wil gewoon dat ze op de dag zelf dat aangeven. Dus dan vink je die gewoon allemaal weer uit. Het gaat eigenlijk heel, heel makkelijk. Nou, je kan vervolgens steeds terug naar de lobby. Hier krijgen de spelers door wanneer de volgende ronde start. En je kunt hier de uitslagen vinden en je kan de tussenstand terugzien. Nou, er zijn dus blijkbaar toch al een paar scores gevallen. Maar ja, eigenlijk werkt dit als een heel mooi indelingsprogramma. Dus dit programma is ook voor de coronatijd eigenlijk gewoon gebruikt als fysiek toernooi-indelingsprogramma. Is alleen daarna versneld ook voor online geschikt gemaakt. Maar er bestaat gewoon, dus bij de toernooi-instelling kan je ook een vinkje aanvinken van dit is een online toernooi. En als je het voor fysiek gebruikt, dan zet je gewoon dat vinkje uit. En dan kan je het gewoon bij een fysiek toernooi ook gebruiken. En op die manier de indelingen en de standen verwerken. Ik weet niet of er nu al dringende vragen zijn over het gebruik. Want ja, ik kan wel allemaal nog vertellen wat er nog meer kan, maar ik denk dat allemaal nu te veel is. Nee, je kan goed voor live uitzending kan je een mooie link genereren. Je kan de PGM-bestanden downloaden, je kan een ratingrapportage exporteren of gewoon een CSV-bestand met alle uitslagen. Dus dat zijn gewoon allemaal handige knopjes. Waar is de zoomfunctie, Erik? De zoomfunctie? Ja. Oh, daar. Ja. Neem deel aan de videoconferentie. De vraag dus, ik weet niet, als ik hierop klik, dan kom ik waarschijnlijk dubbel in beeld. Zo. De vraag was of je een betaalde versie van Zoom nodig hebt hiervoor. Ik denk het wel. Als je langer dan een uur uitzet op Zoom, dat gaat natuurlijk niet. Dus ik heb een betaalde versie, zodat ik langer dan een uur kan. Maar als je gewoon gratis Zoom hebt, dan binnen een uur dan stopt die zeker met meer, volgens mij 40 minuten als je meer deelnemers hebt. Wij hebben nu een versie, die is inderdaad betaald tot 100. Maar ik kan me voorstellen dat niet iedereen dat heeft. Ja, maar je kan ook een ander platform gebruiken. Je kunt, Google Meet, dat is ook sowieso gratis. Ja. Dus dat moet je zelf bedenken van hoe lang duurt mijn toernooi, hoeveel deelnemers heb ik, wat heb ik dan eigenlijk nodig om dat te laten zien. Het is dus echt gewoon een URL die hierachter zit en dat is verder niet van Tornelo zelf. Maar het helpt je enorm als je dat goed regelt om zeg maar te communiceren met je deelnemers en ook toeschouwers. Welke gebruikte jij, Angelique? Ja, Google Meet ben ik wel mee bekend. En dat kan sowieso langer dan een uur. Maar ik weet niet of daar een beperking aan zit. Maar ik weet dat het wel privé te gebruiken is in ieder geval. Oké. Google Meet, zei je? Ja, en Skype kan denk ik ook. Maar ik weet niet zeker of Tornelo daarmee kan werken. Maar Google Meet stond erbij. Bij het lijstje. Je hebt ook Teams nog, hè? Teams kan waarschijnlijk allemaal. Voor Teams geldt ook dat er zit ook wel verschil tussen een privé-account volgens mij en een zakelijk account. Je kan wel bij al die platforms kun je dus wel alle gasten netjes online krijgen, maar je moet natuurlijk zelf wel
de beheerder zijn van je meeting. Ja, precies. Ja. Dus ik denk dat ik dit even hierbij bij laat. Dat ik terug ga naar de Zoom-meeting. Even kijken, zijn er nog vragen? Kijken wat ik nog op de sheet zit staan. Nou, wat ik wel spannend vind, ik kan me voorstellen dat als er deelnemers komen, als je een toernooi organiseert en er komen 60 deelnemers in en niet iedereen is er even handig mee, dat je allerlei vragen gaat krijgen van hey, hoe werkt dat dan en welke knop druk ik dan en hey, hij doet het niet en dat soort dingen. Ja, wat handig is, is, nou ja, goed, de Tornello heeft een soort van vuistregel met één arbiter op 30 deelnemers. Dat is wat ze bij scholen toernooien hanteren. Dat je het in ieder geval een beetje opsplitst. Dat je niet gelijk 60 of 100 man in je eentje bedient. En sowieso gewoon, zeker in het begin, en testen. Een testtoernooi een paar dagen ervoor zit, op de dag ervoor. Dan is zijn de spelers gewend aan hoe ze klikken op dat ze deelnemer worden, op dat ready-knopje. Dat werkt gewoon puur het beste. Erik. Kijk, ja. Nee, sorry. Ik zie hier nog in de chat vragen over het inschrijfgeld. Dus in Tornello zit dus een betaaloptie dat je inschrijfgeld kan vragen aan de deelnemers. En Tornello, of het betaalprogramma wat gebruikt wordt, dat krijgt een percentage, iets van 3%. En Tornello zelf ook iets van 3%. Dus dat betaal je per... dus per inschrijving. En de rest krijg je dan zelf op de rekening. Dat moet je natuurlijk wel van tevoren allemaal regelen. Dat je dus een rekening gekoppeld hebt aan dat programma. Maar dat kan dus wel. Spelers kunnen niet... tegen elkaar spelen buiten het toernooi om. Dus het toernooi dat wordt klaargezet en pas als het toernooi begint, dan gaan ze ook schaakborden zien. Ze kunnen niet tegen elkaar even een potje spelen. Dat moeten ze echt op een ander platform doen. Maar daarvoor genereer je zelf eigenlijk een soort aanloop. Aanlooproute met desnoods één of twee testtoernooitjes daarvoor. Maar eigenlijk geldt dat voor alle online toernooien hoor. Als het de eerste keer is op zo'n platform, dan laat je ze gewoon allemaal vooraf even kennis maken met hoe of wat. Dat voorkomt heel veel vragen op het laatste moment. Net als bij een fysiek toernooi heb je gewoon de mogelijkheid om desnoods iets later te beginnen als het niet allemaal technisch is gelukt. Dan zeg je gewoon dat je een kwartier later met iets moet beginnen. Er wordt gevraagd een langere competitie. Ja, dat kan. Je kunt dus zelfs over meerdere dagen het toernooi laten lopen. Nou, er wordt hier zelfs nog gezegd dat een Zoom-account €14 per maand en dan heb je tot 100 mensen in je Zoom. En dat is volgens mij onbeperkte tijd. Dus je kunt ze een hele dag zelfs in de Zoom-meeting hebben. Prima. En ik weet niet of het per maand opzegbaar is, maar volgens mij wel. Nou, het is opzegbaar per maand. Dus in principe, als je het voor één maand zou doen rondom je toernooi, dan ben je met €14 klaar.
Kijk, je hoeft natuurlijk geen gebruik te maken van de betaaloptie. Je kunt ook gewoon zelf buitenom je inschrijfgeld heffen. Of helemaal geen inschrijfgeld dat je het met sponsorgeld doet. Maar goed, het is wel makkelijk als het ook via het platform loopt. Ja, tot nu toe is Tornello heel stabiel gebleken. Ik heb bij de testtoernooitjes nog een enkele opmerking over het wegvallen van de verbinding tijdens de partij gehad. Dat is een goed teken. Het is inderdaad eerder dat de Zoom gewoon wegvalt. Omdat ze niet de goede vaste verbinding gebruiken of iets dergelijks. Maar ja, een Zoom is natuurlijk niet verplicht. Je kunt ook gewoon de video uitzetten en dan alleen praten. Dat scheelt ook al. Dus de arbiter kan een partij ook stilzetten. Dus je hebt gewoon meer mogelijkheden om iemand de kans te geven om alsnog online te komen. Bij Tessinor kwam het voor dat iemand pas na 5 minuten van de eerste ronde online was. Hij heeft gewoon dat eerste potje nog kunnen spelen en nog gewonnen ook. Dat ligt er dus wel aan dat je de arbiter hebt ingelicht en dat hij dus natuurlijk wel ingedeeld wordt en dat zijn klok dan gaat lopen. Maar dat is bij een fysiek toernooi niet anders. Dus we hebben nog niet kunnen testen als de verbinding echt helemaal weg was en dan al weer terug. Wat er gebeurt met de stand op het bord. Dat zouden we ook nog kunnen doen. Dat we bijvoorbeeld even de stekker uit de verbinding halen of iets dergelijks. En dan kijken, heb je dan de partij verloren of kan je met de link weer in die partij komen? Ik denk dat laatste overigens. Je kan zeker vlotter spelen. Wat zeg je? Je kan zeker vlot verder spelen als even je internet uitvalt en je een minuut of 2 minuten of 3 minuten later pas terugkomt in je partij. Oké, kijk eens aan. Ja. Dus we hebben 2 Belgische bezoekers die al meer ervaring hebben met dit soort toernooien. Eén daarvan is Annelies, die net aan het woord was. En ik weet niet, Filip, ik weet niet of ik die heb gezien. Dat is de andere. Ja, dus een proeftoernooi met dit gezelschap. We bieden dus al 3 mogelijkheden op de vrijdagmiddagen om als arbiter gewoon aan te schuiven en desnoods ook de indelingen te doen. Ik kan ook nog wel een sessie doen dat je gewoon een toernooi helemaal aanmaakt. Eigenlijk werkt het beste als je dat gewoon zelf een keer doet. Zelf een toernooi gewoon aanmaken en de verschillende vinkjes aanvinken. Wat wel heel prettig is dat je als je je vergist hebt of net iets anders, dan kan je dat vaak gewoon nog aanvullen of wijzigen. Tot nu toe is dat met alles wat ik wilde gewoon gelukt. Kun je ook na een aantal aantal rondes nog het tempo aanpassen? Dan grijp je wel in. Dat heb ik nog niet geprobeerd. Je kan dus wel voor de verschillende groepen verschillende speeltempo's en aantal rondes maken. Of je ook tijdens het toernooi het nog kan aanpassen, nou, zou wel een keer moeten proberen. Maar waarom zou je dat willen? Ja, versneld klaar te zijn of iets. ik weet het niet. Ja, ik geen idee. Kan je een je kan een partij beëindigen. Ja.
Dus je hebt zelf de mogelijkheid om een partij als arbiter remise te verklaren. Dan wel gewonnen voor een van de spelers, omdat er die andere die niet meer is of om een andere reden. Begrijp ik het goed dat de organisator de teams aanmaakt? Nee, je nodigt voor een teamtoernooi een speler uit. En die moet aangeven voor welk team die gaat spelen. Dat is een verplicht veld. En ik ga nou wel aan Tornello vragen hoe de verschillende spelers van eenzelfde team goed gematcht worden. Want als ze uit een lijstje de naam van het team kiezen, hè, dan hebben ze allemaal hetzelfde team. Maar als dat team nog niet bestaat, dan gaan ze zelf misschien het net op een iets andere manier allemaal formuleren. Ik weet niet of Annelies daar iets over kan zeggen. Ja, ik kan daar iets over zeggen. In België hadden we op een andere manier gewerkt en daar gaf de organisator alle spelers net in Tornelo. Doordat er eerst inschrijvingen waren, wisten we exact in welke teamsamenstelling ze moesten zitten. En dan kan je één CSV-file opladen met alle spelers, met alle teams. En dan moeten zij wel op het e-mailadres dat ze doorgegeven hebben, daarmee inloggen. Maar ze krijgen automatisch dan een mailtje. Maar dan ben je zeker dat ze allemaal in het juiste team ingedeeld zitten. Ja. Kijk, dat gaat natuurlijk normaal bij fysieke toernooien gaat dat ook op die manier. Dat je van tevoren je deelnemerslijst al klaar hebt. Los van een paar kleine wijzigingen op de dag zelf. Als je ze dus zelf laat inschrijven, dan moeten ze dus hun team al kiezen. Maar misschien is het mogelijk dat je van tevoren al de lijst met mogelijke teams al uploadt. En dat ze daaruit kunnen kiezen. Volgens mij moet dat wel mogelijk zijn. Want de organisator stelt de lijst van teams samen die zichtbaar is. Dat doen ze niet zelf. Ja, maar ik heb gemerkt dat als je dus nu... voor morgen hebben we een teamtesttoernooi. En als je iets intikt, krijg je dus mogelijkheden te zien van teams. En daar staan dus ook teams uit het buitenland tussen. Dus hij kijkt gewoon in de database of dat team aanwezig is. Het lijkt me dat we daar iets eenduidigs over moeten vaststellen. En als je als organisator de hele lijst inleest, heb je dat zelf in de hand. Ja, dus, maar goed, we zijn ook nog maar net hiermee begonnen, dus dat is allemaal een beetje fine-tunen. Kun je mensen uit een team zetten en in een ander team indelen? Als dat van dezelfde club of school is, kan dat. Je hebt als arbiter de mogelijkheid om die subteams dus te beheren. Dus als er een school met 40 kinderen aanwezig is, dan kan je ze dus in 3 teams verdelen. En je kan netjes zeggen van zoveel. Ze hebben allemaal ongeveer evenveel spelers in team 1, 2 en 3. Je kan ook zelfs nog tijdens het teamtoernooi de teams wisselen. Stel dat er een team was en zij hadden 2 teams van 6 spelers, maar er daagt maar 1 speler op voor het ene team en 5 voor het andere, dan kan je die alsnog samenvoegen tijdens het toernooi of veranderen, mocht dat nodig zijn. Ja, nou ja, kijk eens aan. Ja, dat is in ieder geval heel prettig om te zorgen dat iedereen gewoon kan spelen en dat teams allemaal kunnen scoren zoals je wil. Ja, er wordt hier nog een vraag over follow chess gevraagd. We hebben in het eerste testtoernooi gelijk naar 3 platforms gestuurd. Waaronder follow chess. En die hebben allemaal live het toernooi uitgezonden. Dat was Chessbase, dat was Chessbomb en follow chess. Met die ene link in de export.
En het is wel even opletten, sommige van die platforms vinden het wel prettig als je verschillende, voor de verschillende rondes een verschillende link stuurt. En anderen die coveren het hele toernooi en zie je netjes ronde 1, 2, 3, 4, 5. Dus dat kan zeker. Maar je kan ook gewoon allemaal mensen mee laten kijken door gewoon de link van het toernooi met ze te delen. En dan kunnen ze gewoon als toeschouwer binnen Tornelo ook gewoon meekijken. Nee, dan moeten ze wel even een gebruikersnaam, een gebruikersaccount aanmaken. Kijk, er wordt hier nog gevraagd over spelers. Ja, dat ligt eraan hoeveel schermen je ter beschikking hebt als speler. Maar in principe zitten die gewoon maar achter één scherm met een schaakbord. En dus houdt ze tabblad erachter met Zoom. En daarna verder niks. Even kijken, wat staat hier nog? Ja, ik ben er al een beetje mee bezig. Wij willen dus een soort van handleiding maken met precies de instructie van zo maak je een individueel toernooi en dan zo een teamtoernooi en waar moet je dan op letten. Die hoop ik volgende week al beschikbaar te hebben. Er is ook een handleiding in het Engels met alle instructies over Tornelo, waar je ook alles in kan terugvinden. Dus als je zelf weet, ik wil een Zwitsers toernooi of ik ben benieuwd naar die functionaliteit en ik snap het niet, dan kan je dan die manual in het Engels ook wel vlot vinden en daar staan veel tekeningen in. Die staat gewoon op de website? Of, want daar staan wel al die losse artikelen. Ik weet niet juist waar die staat. Ondertussen wordt dan gevraagd over cheating gezegd. Ja, ik heb dat nog niet laten zien. Maar de anti-cheating bestaat uit 4 fases. Bij elk toernooi staat er onderaan gelijk een link met fair play. En je krijgt dan gelijk statistieken over je toernooi en je deelnemers te zien. Dat is allemaal gratis. En er wordt ook uitleg gegeven wat de kolommen betekenen. En vooral het klommetje percentage. Nou, als dat onder de 50% zit, dan is het allemaal picobello. Op het moment dat het omhoog schiet naar 80-90%, dan heb je of spelers van wereldkampioenniveau, of er wordt gecheat. Ja, maar er worden ook allerlei andere variabelen nog gegeven. En ook een indicatie met getalletjes van, nou, dit verdient nader onderzoek. En dan kan je naar fase 2 en nog naar fase 3 en naar fase 4. En fase 4 kost geld en dan gaan ze echt naar de partij zelf kijken als het een heel serieus toernooi is. Erik, ik dacht gelezen te hebben dat Tornelo zelf zegt dat het nog in ontwikkeling is. Dat ja, dus continu in ontwikkeling hoor. Maar dat overzicht, dat staat er gewoon. Je kunt gewoon van je toernooi een fairplay rapport op je scherm krijgen. Ja, en die percentages die jij noemt, dat zijn geaccepteerde percentages. Als het daar boven uitkomt, dan moet je zelf die oren gaan krabbelen. Die geven een indicatie. Dus zij zeggen van, er zijn wat indicaties. Dat is eigenlijk wat de on-demand platforms eigenlijk ook allemaal gebruiken, maar dat zie je niet. En hier zie je het zelf. Okay. Als arbiter. En hoeveel zetten er gedaan worden, en de nauwkeurigheid daarvan. En of er een indicatie is dat er vals is gespeeld. En dan kan je naar fase 2. En dan kan je dus dieper onderzoek laten doen. Dat bestaat allemaal. Het is tenslotte ook door de ECU en FIDE al bij de wereldkampioenschappen en Europese kampioenschappen gebruikt.
Ja, bij de Fairplay-cijfers die er op Tornado te zien zijn, ze hebben enerzijds de move match en anderzijds een Centipion-verlies. En daarna hebben ze ook een gezamenlijke score en daar komt een getal uit. Alle getallen die negatief zijn, die zijn allemaal perfect. Dat kunnen er kinderen gespeeld zijn, dat kan min 100 zijn. Vanaf dat je 0 haalt ongeveer, dan ben je een 1300-tal waarschijnlijk, die al goed aan het spelen is die dag. En als je boven de 20 geraakt in de kolom scoren, dan ben je normaal al een 2000 met een goede dag. Als je aan de 40 zit, dan zou je een grootmeester moeten zijn. Maar daar staat ook een artikeltje over op de website van Tornelo. Er zijn ook bijbehorende kleurtjes. Je wordt dan in het rood aangeduid van als dat je heel sterk bent. En als je de echte elo-sterkte van een speler weet, dan kun je natuurlijk vergelijken of dat wel zou kunnen. Als je gewoon een schoolschaaktoernooi doet, dan zou je allemaal negatieve scores altijd moeten hebben, zolang dat je bij het lager zit, vanaf je bij het secundair zit, kan je natuurlijk sterkere schakers hebben die ook in het echte, in het clubleven schaken en heel sterk beginnen worden. En dan kan je positieve scores hebben, maar dat zijn er meestal niet zo heel veel, hoor. Oké, dankjewel. Ja, er is ook zelfs nog een, op de website staat een korte webinar ook over anti-cheat. Oké. In het Engels. Maar ja, er wordt continu nog aangewerkt en ze maken gebruik van een Amerikaanse professor die daar ook in mee helpt. Verder nog vragen, anders gaan we door naar de testtoernooitjes. Dus nou, de komende 3 vrijdagen tussen 5 en 6:30, dus 3 testtoernooitjes. Als jullie daar willen aanschuiven als arbiter, stuur me even een berichtje en dan geef ik je de rol van arbiter bij het toernooi. En dan kan je zelf meekijken of zelf ook handelingen verrichten. Ja, we spelen daar. Wie spelen daar, Erik, bij de testtoernooi? Ik heb kinderen D en E spelers die aan de Nederlands kampioenschap afgelopen jaar hebben meegedaan, uitgenodigd. En daar is altijd een selectie van aanwezig. Maar in principe kunnen ook andere deelnemers, als ze de link hebben, dan kunnen ze ook aanschrijven. Nou, ik heb hier de laatste sheet. Erik, ik heb nog één snel vraagje, kan dat? Ja hoor. Ik las iets dat de schoolschaakkampioenschappen in schaakmatties gingen. Staat dat plan nog steeds? De afsluitende finale bedoel ik. Ja. Ja, de halve finale in de finale. Ja, zo hebben we het afgelopen jaar gespeeld. Zo staat het nu nog gepland. Ja, dit hangt een beetje af hoe het de komende 2 maanden gaat. Want bijna alle andere toernooien gaan we in Tornelo houden. Ja. Van persoonlijke kampioenschappen tot en met de jeugdclubcompetitiewedstrijden. Ja, omdat inderdaad, omdat schaakmatties kost 7,5 euro, heb je gedaan. Dat is een beetje... Ja, maar dat, daar gaan we ook heel veel prijzen voor bieden, hoor. Dus, sowieso, ook bij de kwalificaties ABC vragen we gewoon een inschrijfgeld. Omdat, daar gaan we ook prijzengeld beschikbaar stellen. Okay. Dus het is een beetje, dus voor je evenementen moet je toch een budget hebben om ook het een en ander te kunnen doen. Dus, maar het is prettig als er voor het platform zelf natuurlijk niet veel betaald hoeft te worden. Ja, dankjewel. Alsjeblieft. De helpdesk van Tornelo is echt supersnel. Dus bij ons eerste testnooitje hadden we wat problemen met een paar spelers. Die hebben gelijk een ticket aangemaakt en we hadden de dag erop al antwoorden. En konden gewoon de week erop dus een nieuw toernooi inzetten. Er is zelfs al een hele appgroep voor arbiters. Daar kan je je voor aanmelden. Ik zal de link ook aan jullie doorsturen. En er is een mevrouw die zegt, zelfs tijdens Europese tijden,
Ja, want het is, zijn Australiërs, zijn ze per WhatsApp zelf nog te bereiken als iets fout mocht gaan. Maar goed, in principe ben ik voor jullie het eerste aanspreekpunt. En nou, mijn gegevens die staan hier per mail of per appje of per telefoon. Ja, dus hier wil ik het eigenlijk bij laten als er verder geen hele dringende vragen zijn. Dan hoop ik dat jullie in ieder geval geholpen zijn en een beetje meer kennis hebben gekregen van dit platform. En eventueel betere keuzes kunnen maken hoe jullie eigen toernooien gaan organiseren. Ja, dankjewel. Ja, dan... Dan zou ik zeggen van prettige avond verder iedereen. Ja, dankjewel Erik. Dankjewel Erik. Ja, graag gedaan. Dankjewel.